Nee, maar jongens, weinig. Als we vandaag een eilandraad hebben, dan wil ik jullie graag aangeven. Je mag op mij stemmen. Duizend. Ja, ik loop eigenlijk al een week hier tegenaan. En, Gemist thuis. Heel erg. Ja. Ik ben eigenlijk al heel trots dat ik nog zoveel dagen extra heb volgehouden. En hoe je dan teruggekomen bent. Ja, dat was wel een dingetje. Kijk, die samensmelting was gewoon wel ineens wel toch in handbereik. En dat was wel een doel. En ik denk, ja, als ik die echt mee kan pakken. En ik gaf me ook weer hoop en kracht. Maar toch, toen ik hier dan aankwam, ik voel hem niet meer. Jij hebt jezelf toch echt laten zien. Omdat ik koningin ben. Ja, ik vind het heel erg lastig, want Imre is wel echt een vriendinnetje van mij geworden. Maar ja, ik ga haar ook niet langer hier houden omdat ze een vriendinnetje van mij is geworden. Het zet me wel ook wel aan het denken op dat moment. Je bent ook moeder en natuurlijk wil je je kind bij je hebben. Maar ik kan het ook best goed weer uitzetten en weer verder gaan. Imre? Ja? Ik begrijp dat jij last hebt van heimwee. Ja, nogal. Al een paar dagen hoor. Maar, ja? Ja, sinds de samensmelting is dat wel echt... We kwamen aan op het eiland en toen ineens... Ik merk dan, ga ik in mezelf keren en niet helemaal meer... En wat mis je dan precies van thuis? Ja, echt mijn kindjes. Ja? Ja. Zelfs zo erg dat je denkt, laat maar zitten allemaal. Ik heb inderdaad wel gevraagd of ze op mij willen stemmen. Dat betekent dan toch dat we hier nu een toneelstuk gaan zitten spelen? Om mee te gaan doen, bedoel je? Ik wil eigenlijk wel gewoon strijden en op een eerlijke manier iedereen de kans kunnen geven om een eigen keuze te maken om mij uit te stemmen of niet. Maar er is niks om voor te strijden, want je hebt al aangegeven dat je weggaat. Ja, zo kun je het zien misschien, ja. Staat tegenover allemaal Robinsons. Dat is toch niet hoe we Robinsons spelen, toch? Nee. We strijden voor immuniteit, voor een winnaar, voor... Ja. Ja. Dat is waar. Ik denk dan dat het ver genoeg is om nu te zeggen dat je dan stopt, toch? Ja. Dan mag je afscheid nemen van iedereen nu. Oh, wauw. Heel anders te denken. Ja, jij ook. Ik voel wel echt even een knoop in mijn maag. En dan denk ik wel, oh ja, nu is het echt, echt, echt. Einde van de dag doen we mee aan Expeditie Robinson en gaan we voor de Robinson. En snap ik Nicolette echt, maar het doet wel fucking veel. Ach, schatje. Ik ga Imre ontzettend missen. Maar de kids hoeven haar nu niet meer te missen. Dus dat is het mooie ervan. Ik kan alleen maar tegen haar zeggen, ik ben trots op je. Je volgt je moederhart. En dat is wat je moet doen. Je moet altijd je moederhart volgen. Top jongens, hè? Ja. Ik ben trots op jullie. Dank je wel, Imre. Wel thuis, dank je wel. Wel thuis. Expeditie Robinson heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven. Dat ik echt mag zijn wie ik ben. En dat ik mentaal en fysiek sterker ben dan ik dacht. Ik ben echt een heel happy mens. En ik ben echt heel dankbaar en blij en trots.